Van mei tot en met oktober hebben we meerdere keren aan dezelfde representatieve groep Nederlanders gevraagd in hoeverre zij zich aan de coronamaatregelen hielden en of hun risicopercepties rondom corona en hun mediagebruik hier een invloed op hadden. Ondanks dat de meeste mensen zich goed aan de maatregelen hielden, was er een kleine groep die dat minder goed deed. Dit zou kunnen komen doordat zij het risico om corona op te kunnen lopen lager inschatten dan de mensen die zich wel goed aan de maatregelen hielden. Met dit onderzoek kunnen we concrete aanbevelingen geven voor manieren waarop de coronamaatregelen gecommuniceerd kunnen worden vanuit de overheid, naar verschillende doelgroepen en via welke mediakanalen. En daarnaast kun je alle andere resultaten vinden op onze website. In het vervolg willen we kijken hoe deze gedragingen en risicopercepties van deze groep zich over de tijd heen ontwikkelen, in het licht van steeds versoepelende dan wel verzwarende maatregelen, om uiteindelijk te kunnen bepalen welke groepen er precies getarget kunnen worden.